veel meer om met jullie het gesprek aan te gaan. Hoi, welkom bij mijn nieuwe vlog. Leuk dat je kijkt. Ik ben Maarten, het vloggende gemeenteraadslid uit Utrecht. En kijk eens waar we zijn vandaag, het Binnenhof. Ik ben vandaag op bezoek bij Gert-Jan Segers. En wie komen we hier tegen? Yes! Ons Eerste Kamerlid uit Utrecht, Mirjam Bikker. Utrecht is overal, ook in Den Haag. Maar op 1 maart komt dus Gert-Jan Segers naar Utrecht. En dan gaan we met hem in gesprek. Kijk, dus hier zitten we bij de ChristenUnie-fractie. Kijk, deze kant op. En hier zit hij dan volgens mij. Ja! Ja jongens, dus op bezoek bij Gert-Jan Segers. Ja, leuk man. Dat is best wel een eer hoor, moet ik eerlijk zeggen. En ja, hartstikke leuk. Ik vind het ook heel eervol dat jij hier bent. Kijk, en als je hier achter kijkt, dan zie je trouwens hier Bonhoeffer. Dit is mijn held. De held van Gert-Jan. En dus we zitten nu op de werkkamer van Gert-Jan. Kijk, dus als je nou benieuwd naar bent, hier zitten dus wat stoelen en zo. En hier, daar werkt hij dus heel hard. Ik ben hier nu in Den Haag, maar jij komt naar Utrecht op 1 maart. 1 maart ben ik er, samen met Beatrice de Graaf. Beatrice, Utrechter, hè? Het geweten van Nederland als het gaat om veiligheid. Lijstduwer in Utrecht, bij jullie. Dus je kan ook op de stemmen, hè? Beatrice de Graaf. Maar als ik nou een beetje perspectief zoek en zeg van jongens, wat hoe moet het nou verder met Nederland als het gaat om veiligheid, als het gaat om integratie, dan bel ik Beatrice. Een bron van wijsheid, kan ik zeggen. Ja. Ik zie er ongelooflijk naar uit om met Beatrice het gesprek aan te gaan, maar nog veel meer om met jullie het gesprek aan te gaan. En dan ben ik nu dus aan het zoeken naar de uitgang, want in dit gebouw kun je dus best wel makkelijk dwalen eigenlijk. Here we go, terug naar de Domstad. Wat een toffe vent is die Gert-Jan. Echt een inspirerende man, dat is 1. En 2. Ja, dan wordt hier gewoon echt goed werk gedaan. Keep up the good work, hier zo. Dan gaan wij in Utrecht ons ding doen. Ik heb me een uur lang kunnen vermaken met Gert-Jan en allerlei vragen kunnen stellen. Maar ik ben eigenlijk benieuwd, wat heb jij voor vragen eigenlijk aan Gert-Jan?